Nou, dat is ook een mooi ding om te weten. Hier op de bank is Twan Manders. Jij bent voorzitter van de Libertarische Partij. Jullie staan voor persoonlijke vrijheid, persoonlijk, maar ook op economisch vlak. En een van jouw uitspraken waarom je bekend bent is belastingdiefstal. Inderdaad, of om precies te zijn, belasting is gelegaliseerde roof. Gelegaliseerde roof, zeg je zelf. Leg eens even uit. Nou, we spreken van roof. Als je eigendom wordt afgenomen onder dreiging van geweld, zonder dat je iemand schade hebt toegebracht, die je vervolgens weigert te vergoeden. Ja. En dat is precies wat de overheid doet. Nou, als je je belasting niet betaalt. Op de dreiging van geweld ook meteen. Jazeker, want als u uw belasting niet betaalt, dan komt er een dag waarop wel degelijk de overheid net zoveel geweld gebruikt als nodig is om het af te dwingen. Dus wat moet er dan gebeuren volgens u dat je zegt, oké, belasting is diefstal, afschaffen? Uiteraard, ja. En hoe zou dat dan moeten? Hoe krijgt de scholing, wegen en dergelijke, hoe krijgen die dan nog geld om allemaal te blijven bestaan? Nou, op dezelfde manier dat we nu ook betalen voor voedsel en voor kleding. Vrije markt. Inderdaad, hè. Dus op het moment dat je geen belasting moet betalen, hou je heel veel geld over. En daarvoor kun je dus op de markt onderwijs kopen en zorg kopen. Ja, maar dan individueel ook georganiseerd allemaal? Dat kan individueel, dat ligt ook meest voor de hand. Maar als mensen behoefte aan hebben om zich te verenigen en zo in te kopen met een soort inkoopcollectief. Hè. Net zoals werknemers zich in een vakbond kunnen verenigen. Ze kunnen ook mensen die zich niet zullen inkopen dat gezamenlijk doen. Ja. En de verzekeringen kunnen vaak goedkoper collectief worden ingekocht. Oké, duidelijk. Wat is dan de taak van de overheid? Nog bestaat die dan nog of niet meer? Nou, daar blijft dan bijzonder weinig van over. En wat doet de overheid dan nog? Ja, nou, de drie klassieke taken die de vrije markteconoom Adam Smith ooit heeft bedacht zijn leger, politie en rechtspraak. Dus dat nog wel. Die sterke arm mogen ze nog wel houden dan. Ja, maar de enige taak van de overheid, de enige taak dus van het leger, de politie en de rechtspraak is het beschermen van de burger tegen criminelen en tegen buitenlandse invasies. Ja, ja. En hoeveel belasting moeten we dan nog daarvoor betalen? Geen. Dat zou je op een aantal manieren kunnen organiseren. Politie zou gewoon abonnementen kunnen verkopen. De rechtbank zou kunnen worden betaald door de verliezer. En het leger zou kunnen worden betaald van aardgasbaten. Dat bijvoorbeeld, we kunnen bijvoorbeeld nemen aan Dubai. Dubai is een land waar vrijwel geen belastingen bestaan. Er is geen inkomstenbelasting, er is geen BTW, er is geen belasting op vermogen, vermogenswinst. Er zijn geen sociale premies. Maar Dubai is natuurlijk ook wel echt een prachtig voorbeeld van een land waar juist een hele kleine elite alles in de hand heeft en waar de grote massa eigenlijk niks heeft en onder de armoedegrens ligt. Nou, het is juist zo dat de economische groei in Dubai extreem hoog is geweest. De economische groei, maar dan hebben we het dus niet over de groei voor de personen die daar allemaal wonen. Want armoede verdwijnt door economische groei. Dus als je het probleem van armoede wil oplossen, dan moet je juist pleiten voor een systeem van economische vrijheid. Ja, als je het dan ook wel Dubai zou verdelen over de hele bevolking. Hè? En dat wordt nou juist in Dubai dus niet gedaan. Nee, maar dat is maar in, dus hoe vrijer een de economie. Voorbeeld. Hoe vrijer de economie en hoe vrijer de markt, hoe meer juist de armen daarvan profiteren. Laten we het bij Nederland dan houden, want ik denk dat Dubai geen goed voorbeeld is, omdat er toch veel te veel mensen zijn die echt te weinig hebben. De overheid is er natuurlijk ook wel op een heleboel landen in de wereld gemaakt om toch ervoor te zorgen dat er nog iets geregeld wordt. Dus dat is dan toch ook niet helemaal voor niks? Of nou, ziet u echt niks in de overheid? Het is juist zo dat de overheid vooral schade toebrengt. Als we kijken naar bijvoorbeeld China en India, dat zijn landen waar tot 25 jaar geleden de overheid enorm veel invloed had, waardoor er heel weinig economische vrijheid was. De laatste 25 jaar heeft men geliberaliseerd, men de rol van de overheid teruggebracht. En dat zie je dus, dat 1 miljard mensen die vroeger onder de armoedegrens zaten, die zitten er nu boven, dankzij de liberaliseringen. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Bedankt voor de toelichting in ieder geval. Succes. Dank u wel. En tot de volgende. Nou, de Libertarische Partij is nog niet aan de macht, dus blijf nog wel eventjes die belasting betalen. Want als u het niet doet, dan komt dus inderdaad toch een meneer op de stoep bij u staan die dan eventuele goederen in natura gaat meenemen. Dan bent u die televisie toch kwijt die u eigenlijk liever in uw huis had willen.